We zijn in het programma Chaplin ingestapt om echt biobased asfalt, in dit geval asfalt met lignine, standaard te kunnen toepassen als mengsel. En daar hoort gewoon bij dat we met elkaar, met behulp van proefvakken, meer ervaring op gaan doen, zodat het product ook gewoon concurrerend is met de andere producten. We zijn hier bezig met de reconstructie van de N765. De huidige provinciale weg wordt opnieuw opgebouwd. De deklaag en de tussenlagen zijn eraf gehaald en worden weer opnieuw opgezet. Dus op dit werk waar we nu aan doen zijn, over een afstand van 300 meter, wordt 30% van de bitumen vervangen door lignine. Een van de doelen die we hebben is te zorgen dat er voldoende proefvakken zijn, dat we ook uit die proefvakken steeds iets leren en dat we zicht houden op die proefvakken. Hoe zijn de resultaten? Het oudste proefvak is al in 2015 gelegd en dat ziet er nog heel veelbelovend uit. In het kader van de opdracht hebben we ook een deel erbometingen, emissiemetingen bij deze actie. Die zijn we vandaag aan het uitvoeren bij de asfaltinstallatie vanochtend en nu ook op het werk. We zitten ruim onder de aanvaarde grenswaarde. Verder zien we dat het verwerken tot een mooie asfaltlaag op de weg geen extreem grote veranderingen vereist in het proces. Er zijn wel veranderingen nodig en bijvoorbeeld de kennis van partijen zoals het AKC is enorm belangrijk om dat op een goede manier te doen. Maar dat zijn geen modificaties die het per se veel duurder maken. We zijn hier de groenste weg ter wereld denk ik aan het aanleggen op dit moment. Dit is een weg met lignine zowel in de onder- als in de tussenlaag als in de deklaag. En dat hebben we tot op heden niet gedaan en dat is voor het eerst dat we dit doen. En dat is ook een van de resultaten eigenlijk vanuit de Chaplin samenwerking. Samen ben je gewoon slimmer en kan je meer ontwikkelen. We staan hier letterlijk weer op een nieuw stuk asfaltweg met lignine. Dus dat is een enorm mooie mijlpaal. Vandaag leren we hier ook weer nieuwe dingen met dit proefvak. Maar misschien nog wel belangrijker, we hebben ook weer nieuwe ambassadeurs erbij. Dus naar de toekomst kunnen we zeker met vertrouwen verder.